Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. Jullie zijn dinsdag bij de bestuursrechter in de zitting geweest. Waarvoor was de zitting? De Frillikhoven heeft de gemeente Bokstel gedaagd. Omdat wij het niet eens zijn met de verleende vergunning aan de Oude Rijksweg 11 in Liemden. Aan SBA Flex, uitzendbureau. Wat daar SBA is? Uitzendbureau, wat veel arbeidsmigranten uitzendt. Met name naar Vion. En zij hebben een vergunning gekregen om 400 arbeidsmigranten te gaan huisvesten aan de Oude Rijksweg in Liemden. Het is een heel groot probleem voor Frillikhoven, omdat wij daar met 100 mensen wonen en daar komen er 400 bij. Nou, ik denk al die problemen zijn uitgebreid al beschreven en wel bekend, denk ik, wat dat voor impact heeft. Maar het eigenlijk nu het probleem waar deze zitting over ging, en dat is denk ik een boksersprobleem, is dat de manier waarop heel het proces is verlopen niet correct is gegaan. Kijk, als een vergunning wordt verleend voor iets wat dusdanig groot is, dan gelden daar regels voor. En een van die regels is dat je de omgeving daarover informeert. Je bent als burger gewoon, je hebt rechtsbescherming, dus je mag daar ook iets van vinden. Jouw mening doet er ook toe. En dat is allemaal niet gebeurd. Dus de buurt is totaal daarover niet geïnformeerd. Terwijl de impact voor ons enorm is. Onze leefomgeving wordt heel veel slechter. En daar is totaal geen rekening mee gehouden. Dat heeft de rechter overigens ook aan de orde gesteld. En dat moesten de advocaten van het college ook echt toegeven. De zitting, normaal gesproken, ja, hij zal een uurtje duren, anderhalf uur. Maar het duurde 3 uur, hè? Ja, ruim 3 uur. Ja, het was denk ik gewoon een hele complexe zaak. In de zin dat er verschillende aanklagers waren. Allemaal uit onze buurt, maar sommigen met net een iets andere insteek. En dan zijn er gewoon heel veel punten die besproken worden over of je wel eerst een exploitatievergunning kan afgeven en daarna pas een omgevingsvergunning doet. Ja, dat is allemaal heel technisch, maar daar ging het was best een technische zitting. Het was bestuursrecht, dus dat is ja heel technisch. Is het correct verlopen? En dat wordt nu onderzocht, ja. Om te kijken of de gemeente juist heeft gehandeld. En mochten ze niet juist gehandeld hebben, dan komt daar een uitspraak over. Komt sowieso een uitspraak? Er komt sowieso een uitspraak en daartegen kan niet een beroep worden gegaan. Dus of de uitspraak is, we vinden het vervelend voor deze omgeving, maar het is allemaal correct verlopen, dan zullen de rechters het toch door moeten laten gaan. Wat ik niet verwacht, maar ja, je weet het nooit. Of de uitslag wordt van ja, het is gewoon niet correct verlopen. En dan, ja, dan kan dus heel die vergunning de prullenbak in. En dan is het eigenlijk nu van tafel. En dan zou men opnieuw moeten beginnen als ze het zo graag willen. Er is landelijk eigenlijk best nog wel veel aandacht voor, zeker betreft deze thematiek. In de nabije toekomst zie je nog, heb je nog nieuwe zaken die gaan spelen? Landelijk. Wij staan niet op onszelf. Maar dat hebben we ook al. Dat is ook logisch. Dat kan je in de krant lezen, kan je op tv zien. Het is eigenlijk op bijna elke plaats in Nederland is het aan de hand. Wij zijn nu een samenwerking gestart. We zijn nu een stichting, een oprichting. Met op dit moment al 13 bewonersgroepen. Morgen hebben we contact met mensen uit Brussel. We zijn ook bij de Tweede Kamer geweest. Daar worden we op 16 mei worden onze standpunten in de vergadering behandeld. Aanstaande zaterdag komt er een groot artikel in de Telegraaf, wat eigenlijk over al deze bewonersgroepen gaat. Ondanks dat de lokale situaties soms net iets anders zijn. Hè. Wij hebben hier een Bokstel te maken met Vion. Een ander heeft te maken met glastuinbouw of met distributiecentra. Dus dat is wel wisselend. Maar in de kern is er vaak hetzelfde aan de hand. Als je het landelijk beeld bekijkt bij al die bewonersgroepen, al die gemeentes, is er een de overeenkomst is de, dat noemen ze de ganzenleverstrategie. Met andere woorden, het wordt de burgers door de strot geduwd. En dat is niet des Nederlands.
En ja, wij, ja, dat is ook niet volgens het recht. Want je hebt gewoon recht op rechtsbescherming. En dat wordt op veel plaatsen wordt dat aan de kant geschoven. Oké, okay, je bent er al een tijdje mee bezig. Wat doet het jou persoonlijk? Ja, ik ben, word er wel een beetje moe van soms. Het, is, het houdt niet op. Het is een landelijk probleem. Maar ook een lokaal probleem. Aan de andere kant ben ik wel blij dat ik iets kan doen. Want ik zou het veel erger vinden als je het lijdzaam moet zien gebeuren en de tijd of de mogelijkheden niet hebt om erin te duiken. Wij voelden meteen al, ja, ik praat er voor mezelf, direct was mij zo duidelijk dat er allerlei zaken niet klopt, omdat de hele gang van zaken zo vreemd was. Dan is het fijn ja, om daar dan in te kunnen duiken, om het ja, te proberen te snappen. En als je dan onrechtmatigheden aantreft, om daar dan een punt van te kunnen maken. Dus hebben jullie ook de kennis voor het juridische gedeelte? Ja, dat, dat is onze advocaat. Kijk, wij gaan niet. Ik ga ook geen juridische uitspraken doen. Ik begrijp er wel steeds meer van. Je wordt ervaringsdeskundige. Maar ik ben geen jurist. Nee. Dus. Okay. We hebben de gemeente ook om een reactie gevraagd. Vooralsnog voelt de gemeente daar weinig voor. Dus die zeggen we wachten af totdat de uitspraak er is. Wanneer verwachten jullie de uitspraak? Vind het overigens heel jammer dat de gemeente dat niet doet. Want ze zeggen in de rechtszaal dat ze niets liever willen dan met de bewoners in gesprek. Ook SBA Flex. Ze verklaren dat ze heel graag een open communicatie. Nou, omgevingsdialoog vinden ze erg belangrijk. We hebben niemand, we hebben niet eens oogcontact gehad. Dus we hebben niemand gesproken. Dus kennelijk houden ze dat nu nog steeds vol. De uitspraak, ja, de rechter zei ongeveer 6 weken. Ik weet niet of dat haalbaar is, maar ja, minimaal 6 weken. Is jouw algemene beeld geweest van de afgelopen dinsdag? Tijdens de zitting viel mij echt op, dat vond ik exemplarisch voor het hele proces, dat er vanuit de kant van het college en vanuit SBA Flex nogal, ja, we noemen dat fluïde met de regelgeving is omgaan en ook met hun standpunten. Als ik daar een voorbeeld van mag geven. Ja, graag. Op het moment, er is wat te doen over de tenaamstelling van de vergunning. Want die vergunning die is persoonsgebonden. En de ene keer, de SBA Flex goochelt met namen. Dan is het SBA Flex, dan is het SBA Housing, dan is het SBA Euro. We hebben ook nog Flex Housing. En dat kan natuurlijk niet als je 1 vergunning hebt. Nou, de rechter vroeg daarna, die zei ja, dat is raar. Want wie is nu de persoon waar het over gaat? En, ja, de rechtspersoon. De rechtspersoon. Wie heeft nu de vergunning? Daar was de advocaat heel duidelijk over. En ook de directie. Van, dat maakt niet uit, want het is uiteindelijk allemaal hetzelfde. Het is allemaal, meneer Van der Brand is dan de directeur, het is allemaal hetzelfde. Nou ja, oké, okay, dan vond de rechter nog, overigens nog steeds niet oké. Okay. Maar goed, dan al die entiteiten is 1 en hetzelfde. Maar op het moment dat wij het punt maakten dat het volgens de Roemer-regels verboden is om een werkcontract en een huurcontract te koppelen, dat moeten aparte entiteiten zijn om de afhankelijkheid tegen de afhankelijkheid van die arbeidsmigrant. Dus wij zeiden ja, dat doet SBA Flex niet, want het is daar aan elkaar gekoppeld. Nou, ze wisten niet hoe snel ze moesten zeggen dat het gescheiden was, want het zijn tenslotte 2 entiteiten. Met andere woorden. Nou, onder 1 paraplu. Ja, dat bedoel ik. Dus op het moment dat het uitkomt, ze kiezen constant het standpunt wat het beste uitkomt. En dat is best logisch dat is best logisch, maar dat, zo werkt het natuurlijk niet. Mocht het zijn dat de uitslag voor jullie positief is, dat jullie het gelijk worden gesteld, wat dan? Ik denk dat we dan een gigantisch tuinfeest bij iemand hebben. Maar wij durven er eigenlijk nog niet over na te denken. Want dat brengt ongeluk, denk ik dan. Maar dan denk ik dat de champagneflessen wel opengetrokken worden.